zes dagen in de week heel hard gewerkt aan collecties van allerlei modeontwerpers. Dat heeft ons ook wel geïnspireerd dat er ongelooflijk veel gemaakt wordt in de Afrikanenwijk en op Zuid. Wat eigenlijk nog geen plek heeft in winkels of nog niet altijd direct zijn plek vindt naar allerlei verkooppunten. Om eigenlijk een soort lokale bijenkorf te gaan ontwikkelen. U ziet hier schappen van ontwerpers die in het gebied dingen maken waar u dingen van kan kopen. Maar u ziet ook bordjes hangen met uw eigen schap. Dus als u wilt, u hebt een product, u wilt het graag verkopen of u maakt iets, dan kunt u bij ons een schap huren, leasen, krijgen, afspraken over maken. Dit is het begin, hopelijk van een, van een groeiende winkel. De producten en de winkel samengesteld door Wang Shu. Gewoon Wai. Even een applausje voor je. Keihard gewerkt. En als ik door Wai's ogen naar allerlei producten ben gaan kijken. Ik weet dat Wai mij kan overtuigen dat zelfgebreide sloffen hip zijn. Dus ik geloof dat Suus straks ook kan overtuigen dat hij absoluut een sjaal of een paar sloffen mee naar huis moet nemen. Ze zijn ook heerlijk warm. Dat is hoort. En tegelijkertijd zei ik al, zou ik niet te veel zeggen, want Dennis wilde wat zeggen. Dennis? Ja, ik maak van ja. Dit is voor mij als ondernemer. Ik ben net afgestudeerd in juli. En ik dacht, ik ga ondernemen. Even kijken hoe dat is. En wat ik wilde gaan zeggen is, dit is een goed moment voor mij om te leren ondernemen. Om mijn netwerken uit te breien. En natuurlijk met klanten omgaan en samen met Farida het uitbreiden van meer cursisten. Wat nog meer. En de dames van de wijk, die vond ik ook hartstikke goed. Ook de klik samen, weet je, in het begin dacht ik van, er komt een man als ontwerper hier zo, nee, dat willen we niet. Maar uiteindelijk is het toch van, oh, het valt op zich wel mee, een man. Maar ik heb het naar mijn zin en ik denk dat ik de afgelopen tijd leuke momenten zal meemaken. Dankzij Jeanne eigenlijk. Dankjewel. Freehouse en een heel team en mij werkt door mijn team met ingefluisterd en dat is ook wel om nog even met name ook Gestia te bedanken voor het feit dat we in deze ruimte mogen zitten, want dat is natuurlijk wel heel fijn. Ruimte om te kunnen beginnen, ruimte om te kunnen starten is heel belangrijk, zoals jij net zegt, dat je ergens een begin kan maken, dat je mensen tegen kan komen met wie je een begin kan maken en dat je zo aan je netwerk kan werken. Ik denk dat dat extreem belangrijk is. Nou, dat hopen we hier ook zoveel mogelijk te doen en zoveel mogelijk mensen met elkaar te verbinden. Dus ik nodig u allemaal uit om vooral veel te kopen. Daar worden andere mensen heel gelukkig van. En anders, als je een eigen product hebt, meld je bij Wai of bij Dennis. Ja. Oké, okay, nou, de rest muziek. Ook heel belangrijk.